De nummer 3 Feyenoord ontvangt de nummer 6 PEC Zwolle. En dit seizoen hebben de Rotterdammers het vaak lastig tegen de Zwollenaren, maar daar is niks van te merken. Want dit is al na 7 minuten spelen de 1-0 voor Feyenoord. Het is Pia Rijsdijk met haar 4e goal van het seizoen. Het is een goede voorzet, maar Pondus lijkt daar toch wel een hele rare beweging te maken. En dan is het makkelijk intikken voor Pia Rijsdijk. Dit is heel slordig verdedigen van Konijnenbergen. Van Ols maakt er geen gebruik van, omdat Weimar redding brengt. Maar het laat zien dat Feyenoord kwetsbaar is in de verdediging. Van Olst bedient Vliek aan de rechterkant. Die krijgt alle tijd voor een voorzet. En nog meer, Jeva Wal krijgt alle tijd om binnen te koppen. Boshuizen springt niet mee. En dan staat het 1-1 op Varkenoord. Walk wordt geen strobreed in de weg gelegd. En kan de gelijkmaker op haar naam schrijven. Walk nogmaals, dit keer richting Van Olst. En Weimar brengt redding. Joran Pot ziet dat zijn ploeg wat te halen heeft hier op Varkenoord. Feyenoord heel matig in de verdediging. Van Olst snelt hier de verdediging van Feyenoord voorbij. Het is wachten op de voorzet, tenminste daar lijkt het op. Maar Van Olst blijft aan de bal en rondt uiteindelijk zelf heel fraai af. Buitenkantje rechts. Maar Weimar had daar toch wel dichterbij moeten zitten. PEC Zwolle in ieder geval met de voorsprong de rust in. Door deze prachtige goal van Maruska van Olst. In de tweede helft gaat Feyenoord op zoek naar de gelijkmaker. En die komt er na een uur spelen. De voorzet is van Maxime Bennink. En de kopbal is van Cheyenne van de Goorberg. Dan heeft Feyenoord nog een half uur om voor de volle 3 punten te gaan. Maar de wedstrijd gaat uit als een nachtkaars. En de stand blijft gelijk. Feyenoord, PEC Zwolle 2-2.